Hallo allemaal, welkom terug bij de alweer tweede episode van deze Epic Modded Survival. En de vorige aflevering hebben wij wat random zorg gedaan, hebben wij een lucky block geopend, hebben wij best veel stuff gehaald. En ja, die zit allemaal in de backpack, kijk. Tada! Oké. Maar in ieder geval, we gaan nu deze aflevering gaan. Ik heb me even op peaceful gezet trouwens, omdat ik heel de tijd getatst werd in de rust. Dus ja, wat ik deze aflevering ga doen, ik ga bouwen en ik ga minen, denk ik. En we gaan als eerste gaan wij weer een lucky block openen, dus hartstikke leuk. Ik doe hem natuurlijk nu niet op peaceful, maar ik heb heb ik de game rule keep inventory heb ik. Oh, daar wil ik liever niet tegen vechten alsjeblieft. De game rule keep inventory heb ik true gedaan, dus ik raak nu niet al mijn stuff bij. Dat is ook wel logisch, aangezien het hier zo gevaarlijk is met allemaal enemies en al die troep. Vind ik het wel logisch dat je niet de hele tijd al je stuff kwijtraakt. Dus ja, dat vind ik wel. Hallo koe, hoe gaat het ermee? Maar gaat prima, met u gaat niks, ik ben weer dood. Oké, de lucky block. Oké, we gaan hem gewoon openen. We gaan het gewoon zien. Vorige lucky block was echt heel lucky. En deze lucky block is... Er gebeurt niks. Serieus? Oh, oké, dat was een beetje lek. Maar we hebben een gold block. Oh yeah, dan kunnen we later nog meer lucky blocks maken. Even kijken, ik ga nu even kijken. Oh, 9 gold. Oh, nice. Oké, nou bedankt voor de... Kan ik deze nu al aan? Nee, ik denk dat ik eerst maar even ga minen. Dat is beter. Oké. Nou, we hebben nu in ieder geval deze lucky block weer gedaan. En zoals je ziet daar rechts onderin is ook nog een structure. Ik wilde er wel even heen gaan, hebben dat ook meteen weer gedaan. Ik bedoel, ik ben nu toch op weg. En daarna gaan we dan maar even een stukje bouwen aan ons huis. En ja, we moeten zeker ook gaan minen. Aangezien het zo gevaarlijk is, is het wel handig dat je wat gear hebt, wat armor, wat goede tools. En al die zooi, weet je wel. En misschien vinden we zelfs uranium of titanium. Daar kunnen we een ultimate pickaxe van maken. Die heeft al meteen al Fortune 5. En dit ziet er best wel interessant uit. En, oh, een girlfriend. Oké, ik zie hier meerdere girlfriends. Dus ik kan wel even één killen. Ik weet niet of die jou ook aanvallen. Ik denk het niet. Even kijken. Oeh, hier is een groot magisch stelsel. Die kunnen we straks wel even onderzoeken. Ik eerst even deze girlfriend killen. Hé, hey, hallo. Waar bent gij? Ja, van... Ah! Oké. Ik viel bijna in het minegang stelsel. Nee, we gaan hier straks heen. Maar ik wil eerst even kijken wat die vreemde structure daar is. Want ik heb die structure heb ik nog nooit gezien in... Ja, ik weet niet welke precies. Ik heb iets van dungeon pack of zo. En deze heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus ik ga gewoon even binnenkijken. Heb ik ook een deur? Hier zitten wel spawners. Oké, maar het is gelukkig is het dag. Dus ik heb niet zo heel veel last van die spawners. Ik ga gewoon binnenbreken. Want ik heb geen flauw idee waar die deur is. En ik zie daar een chest. En ik heb geluk dat ik dit op een dag ben aan het onderzoeken. Want dan spawnen die zombies tenminste niet. Of ze spawnen wel, dat weet ik eigenlijk niet precies. Waarom kan ik niet langs? Laat me niet langs. Ik doe met de hoede pickaxe hoor. Oké, nou. Ik ben echt benieuwd wat er in die chest zit. Misschien zit er wel wat leuks in. Dat ga ik nu zien. Niks. Helemaal niks. Oké, we gaan deze toch meenemen ter herinnering. Anders. Serieus. Ja, maar waarom switchte jij? Die bikini was veel beter. Ga dood. Oké, daar heb ik ook geen zin in. Wow, wat zijn die veel girlfriends. Echt niet normaal. Oké, we gaan gewoon naar het minegangstelsel toe. Want dit is echt flut. We kunnen hier op zijn minst wat hout hakken. Verder is echt helemaal niks te doen. Dus ik zit even te kijken wat het hier is. Dat minegangstelsel. Oké. Nou, we kunnen er denk ik wel even ingaan. Weet je, ik ben nu toch aan het minen. Ik heb een silk touch pickaxe. Dus waarom ook niet? Ik ga gewoon hier wat iron pakken. En waarschijnlijk was die, ik heb dan iemand gevraagd, die Silk Touch pickaxe is waarschijnlijk een coin die heeft levens en die is misschien per ongeluk is die gehit. En die coin kwam een Silk Touch pickaxe uit, dus ik heb hem blijkbaar gewoon eerlijk gevonden en verdiend. Gelukkig was hij nog niet gedespawned en daarom had ik dus waarschijnlijk die Silk Touch pickaxe. Dus ja, maar weten jullie dat ook even? Even kijken, nou ik heb hier allemaal iron, dat ga ik natuurlijk allemaal meenemen. En vind hier ook allemaal weer verschillende spawnex. Die kunnen we later ook nog wel een keer openmaken. Dat zal ik u zeker vertellen. En geen flauw idee wat deze spawnex allemaal betekenen. Wat het allemaal zijn. Ik ga even kijken. Dit is een golden apple cow. Oké, nice. En een scorpion. Oké. En oké, nou, een golden apple en een scorpion. Oké, leuk. Hier is ook natuurlijk nog allemaal kool en alle troep. Weet je, ik ga even een iron pickaxe maken. En die is hier gevaarlijk trouwens. Ik ga even een iron pickaxe maken. Dat lijkt me wel een goed idee. Hebben wij nog sticks? Ja, wacht. Oh, jij bent geen special toch? Nee, oké. Nou, daar zou ik jou wel aan moeten kunnen eigenlijk. Maar ik heb ook natuurlijk nog geen armor, dus ik moet echt voorzichtig doen. Hier zie ik ook nog iron, oké.
Maar ik zou eerst even een iron pickaxe maken. Oké. Okay. Nou, even een backpack pakken. Volgens mij heb ik hier nog wel sticks in. Ja, ik heb hier... Weet je, YOLO, ik maak gewoon een diamond pickaxe. Het maakt hem ook geen reet meer uit. 3 diamonds, perfect. En dan kan ik een diamond pickaxe maken. Mooi. Dan kunnen we tenminste die kool normaal minen. Want die hoef ik eigenlijk persoonlijk niet met silk touch te minen. Dat heeft niet echt heel veel nut. Dus laten wij hier wat kool pakken. Zodat we tenminste toortjes kunnen maken. Want we willen niet dat er enemies in ons huis spawnen. En, hé, wat is dit? Is dit weer een spawnhack of zo? Dwight Spider Spawnhack. Oké, okay, nice. Oké, okay, hier kan ik ook heen gaan. Ik zie, ja, hier is niet, het ziet er niet heel bijzonder uit. Weet je, ik ga gewoon naar de plek van Iron. Oh, daar stond Minecraft in Tim. Oké, nou neem ik wel even mee. Oh ja, hier was de Iron. Oké. Okay. Nou, laten we maar op zoek gaan naar iets bijzonders dan. We hebben hier tenminste wel een paar Iron. En Iron is belangrijk, alleen ik heb ook al een paar Iron gekregen. Ook van een Lucky Block. En we hebben natuurlijk genoeg butter om nog meer Lucky Blocks te maken. Dus dat wordt leuk. Oké, okay, even kijken. Nou, volgens mij houdt het ook gewoon straks meteen weer op. Hè? Dat is mijn intuïtie. Ja hoor, tuurlijk houdt het weer op. Oké, okay, ik ga even kijken of een van die andere gangen nog ergens bij komt. En heb ik toevallig eten bij me? Ja, zeker heb ik eten bij me. Die gold... Oh shit, ik hoor een spider. Dat is niet echt, echt fijn. Maar, nou, maakt niet uit. Die spiders die kunnen de bom op. Ik bedoel... Oh, skeleton. Voorzichtig. Auw, wil je me niet killen? Oh, wil je me niet killen? Oké, okay, voorzichtig. Als je hier maar niet heen komt, jongens. Als je hier maar niet heen komt. Ach, niet om hierheen te komen. Ik moet healen. Komt hij hierheen? Oh, nee. Oké, 3 skeletons. Nee. Oh, echt erg, jongen. Oh, ik moet daar wel heen, jongens. Ik ga gewoon... Oh, shit. Het zijn gewoon 3 dikke skeletons. Ja, nou gaan ze schieten. Nou ben ik de pineut. Nee. Nee, ik word helemaal gepoten. 3 skeletons. Ah, dat was echt erg. Oké, okay, helaas, mijn is niet zo'n succes geweest. Laten wij maar gewoon even een normaal huisje bouwen. Dat lijkt me wel een goed idee. Dus oké, okay, we gaan even ons hout pakken. Want we hebben hier genoeg hout om denk ik een huis te maken. Ja, ik denk dat we wel genoeg hout hebben. Oké, okay. Nou, laten we maar een stukje van ons huis laten we alvast maken. Want dan kunnen wij tenminste veilig de volgende nacht doorkomen. Dat lijkt me wel erg handig. Dus ik ga hier nu gewoon even een skelet van mijn huis maken. En dan is deze aflevering denk ik ook al bijna voorbij. We zitten nu op denk ik 7, 8 minuten. En ja, deze aflevering duurt meestal 15 minuten. Ik doe deze aflevering ietsje korter. Als jullie het niet erg vinden. En ja, dat is eigenlijk praktisch wat ik deze aflevering nog even wilde melden. En dan gaan we nu maar gewoon lekker even bouwen. En misschien gaan we nog heel even minen. Dus kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. Maar we gaan nu in ieder geval onze stuffen die we niet nodig hebben bij het minen, gaan we even opruimen. Dat lijkt me wel een handig idee. En dan gaan we misschien de volgende aflevering eerst die Obsidian Tower wel even ontdekken. Want dat lijkt me toch ook wel erg leuk. Weet je, ik ga eerst mijn stuff even opslaan. En daarna ga ik gewoon die YOLO Obsidian Tower ga ik gewoon even lekker onderzoeken. Dus, maar dat gaan we dan de volgende aflevering wel doen. We gaan deze aflevering gaan we gewoon nog even een klein stukje van ons huis... Oh nee! Een bee! Holy shit, die kan ik niet aan. Die kan ik echt niet aan. Help. Ik bouw hier niet heel lekker meer. Oh, de bee. Hoe komen die bees hier, jongens? In mijn huis nog wel. Oh, nee. Ga weg. Kst. Oké. Ik ga hier gewoon dit even vullen zo. Oh! Oh, blijf bij mij. Blijf bij me uit de buurt. Weg, zeg ik je toch. Weg. Not a beast. Oh. Kill hem. Oh. Dit is best wel lastig om die bier te killen. En ah, dat geluid ook erbij, joh. Come on, kill hem. Ik kan hem killen, ik weet het. Oh, weer dood. Oh, bees. Ik haat... Ze zit nu eens zelfs in mijn huis. Help. Oh. Come on. Dit is gewoon niet leuk meer. Hoe vaak ben ik wel niet dood gegaan? En volgens mij is er één dood. Nee, er is niet één dood. Bijna. Ja. Oké, hij is dood. Nice. Pak een stuf. En ik ben... Nee, ik ben niet dood. Oké. Blijf bij me uit de buurt. Be careful. Dat was het woordgrap. Ah! Oké, kom op, hij is bijna dood. Ik moet hem nu gewoon killen. Finish it off. Come here, als je durft. Yes.
Oké, de rust is wedergekeerd. Wij zijn 450 keer dood gegaan. En ja, de rust is inderdaad wedergekeerd. En ik weet niet wat we allemaal gepakt hebben. We hebben sugar, we hebben butter candy. Oh, nice. En wij hebben gold nugget. Dus dat was best wel spannend eigenlijk met die bees. En ja, dat was best wel behoorlijk hectisch. Maar ondertussen gaan wij verder met rustig het huisje afmaken. Oké, nou, be careful. Oké, we maken hier nu gewoon even een kleine bunker, jongens. Want ik zie hier zand, dus we kunnen wel even wat zand mijnen. Maar hebben wij toevallig nog een schep gemaakt? Volgens mij zit hij in onze backpack. Ja, we hebben toevallig nog een schep. Oké, nice. Zodat we tenminste onze eigen ramen kunnen maken. En ja, ik heb ook nog geen furnace gemaakt. Echt slecht. Maar goed, gelukkig waren het geen mentissen, want die kan ik echt niet aan nu nog. Oh, zijn het attack squids? Nee. Dat zijn normale squids. Gelukkig, want het is echt typisch mij om zo'n attack squid aan te vallen. En daar komt de kraken. Oké. Dat wil ik eigenlijk liever niet. Dat wil ik eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen, die dingen. Want ja, dan is het gewoon voorkomen hopeloos. Ik moet gewoon eerst meer stuff hebben. Ik moet eerst meer gaan minen. Volgende avond ga ik ook nog wel meer minen. En ja, we gaan nu in ieder geval onze stuff even opslaan. Dan kunnen we het volgende aflevering tenminste echt goed van start. Want dit was nog een beetje kritisch en hectisch allemaal. Maar ja, laten we tenminste even een crafting table in ons huis zetten. En het irritante gras wegdoen. Oké, gras is weg. En wat doet het bloemetje daar? Oké, nou in ieder geval, we gaan even wat dingen brouwen. We gaan natuurlijk even een paar kistjes maken. Wacht even, we gaan gewoon YOLO'en. Wacht even, hoppakee. We gaan gewoon 6 kistjes maken. Eigenlijk moeten we nog meer kistjes hebben. Maar het kan geregeld worden. 1, 2. Hopsakee. En wacht even, ik heb zo. Hebben we nou niet genoeg? Oh, we hebben niet genoeg hout voor nog een kistje. Oké, even kijken. Dan gaan we even een oven maken. Oh, au. Au, wat is dit nou weer? Er valt me hier een rode mier aan en daar word je niet vrolijk van. Oké, nou. Ik heb natuurlijk nu niet veel cobblestone. Dus die gaan we er even heel snel mijnen. En oh shit, het was weer nacht. Auw. Oké, nou hier gaan we iets meer cobblestone mijnen. Zodat we tenminste furnace kunnen maken. En misschien nog wat extra tools. Maar tools kunnen we nu ook wel met iron maken. Dus dat hoeft nu niet. Maar we moeten natuurlijk wel een furnace hebben. Dus, hey, ik zie iron. Nice. Oké, nou iron nemen we mee. Maar in ieder geval, ik zal langzaamaan deze aflevering wel gaan afsluiten. Want ja, ik vind het zo mooi geweest. En ja. Veel hectiek weer, zoals altijd. En ja, dan hoop ik jullie te zien bij een volgende aflevering. We gaan nou even één dingetje doen. Oh, die latest dead, die kan nu al weg. En home, daar gaan we even naartoe. En dan maken we even een oven. Ik kan er denk ik wel even 2 maken. En we kunnen er ook bijna weer een iron furnace maken. Die gaat een stuk sneller. We kunnen wel proberen om een iron furnace te maken. Maar dan moet ik eerst meer iron hebben. Ik ga even kijken hoeveel iron ik nu heb. Ik heb net niet genoeg voor een iron furnace. Oké. Maar, ik heb nog 14. Dus als ik nog even smelt. En, ja, natuurlijk zit de better furnace dus mod er ook in. Dus, ja. Wij hebben een huis gefeliciteerd. Deze ga ik ook even neerzetten. Zodat we tenminste zand hebben. En, ja, mag er ook even kool in. Hallo. Oeh, ik heb niet zo heel veel kool meer. Dat is niet zo best. Oké, nou, die gaan we daar maar even in pleuren. Hebben we toevallig nog kool in onze backpack? Nee, wel diamonds, wel emeralds, wel gold, maar geen kool. Oké. In ieder geval, we hebben nog geen redstone, dus we kunnen nog geen nieuwe lucky blocks maken. Maar ja, dat komt allemaal de volgende aflevering wel. En ja, dat zien we dan allemaal wel. Ik pak even de furnace erbij, zodat we tenminste een nieuwe furnace kunnen maken. Hoe maak je een iron furnace? Oh, mag ik even de crafting table? Dankjewel. Een iron furnace maak je door furnace in het midden en iron eromheen. En dan heb je een iron furnace. En wat nou het leuke is, als ik nou de iron furnace zo doe en de gold eromheen, dan kunnen we een gold furnace maken. En wat nou het allerleukste is, als ik nou even dat glas erbij pak en even mijn diamonds erbij pak. Dit wordt echt leuk, jongens. Dan kunnen wij zelfs een diamond furnace maken. Dus dat is echt heel leuk. Of mis ik nou nog een furnace? Nee, volgens mij kan ik nu gewoon de diamond furnace maken. Ik weet niet zeker, maar ja, ik heb nu gewoon de diamond furnace. Dus ja, bam! Vet veel voortgang in deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Als dit gesmolten is, dan zie ik jullie weer mijn volgende aflevering. En ja, dan gaan we dus van alles doen. Dan gaan we structures gaan we ontdekken. Dan gaan we minen. Dan gaan we echt van alles doen. En dat zien we dan allemaal weer. Oeh, spiders. Die moet ik gaan killen. Want dan krijg ik namelijk strings. En dan, auw. Maar dat doen we de volgende aflevering wel. Oeh, strings, nice. Want dan kunnen we straks een bed craften. Maar goed, tot de volgende aflevering. En dan zie ik jullie dan de volgende aflevering, hoop ik weer. En ja, dan zeg ik jullie...
Doei!